Beukje erbij. Hallo, is dit de... Hé, van de boven? Eloy, de E staat voor Eloy.
Wat? Nee. Ik ben graag naar Frans, Frans. Zeg, je bent wel van laat. Ja, sorry, maar het was een opstopping op de weg hier toe. Een of andere idioot is op de snelweg aan de wandel. Oh, nee, wie voel je dat dan? Oh, hij heeft haar gekregen. Oh, godzijdank. Door een ambulance. Maar gelukkig rijdt die ambulance niet zo snel weer verder. Zit het uitgerust met die snelheid gegeven? Dus de snelste ambulance heeft een direct over. Waar wil je dat dan? Nou, over het geluk bij een ongeluk gesproken, hè? Ja. Goed, Frans, ik heb je gevraagd om hier de boel een beetje makkelijk te houden. Ik moet de kassen doen en zorgen dat de voorraad groot genoeg blijft en dat soort dingen. Ja, prima. Schrijf het ook nog. Hey, ja, dus ik wil alles hier zo perfect in orde. Alleen verwacht op het beste. Dus het ene. Zeg het niet, want dan. Ze gaat de bak. Ja, dat kan ik ook doen. Helemaal, deze beesten. Goedemiddag. God, moet jij het land op je bol ogen gooien? Je bent weer van Bier. Ja, leuk bij! Ik ken dus iemand die heet Jaapje Leek. Weer van Bier. Wat? Je bent weer van Brouw. Je kan een bier brengen, dat stel is. Oh, weet dat echt maar. Maar ik had u wel wat eerder verwacht. Ja, het was een kleine omstopping op de weg naar hier naartoe. En de andere idioten worden aan de baas gestrompt. Het is toch wat tegenwoordig. Ik ga niet eens feit dat je auto over de straat heeft. Ook veel fietsers en voetgangers en. Maar oké, ik heb 5000 liedjes bier. 5000 liedjes, dat ik zal even kijken. Dat bier, dat bier. Al vrij bier. Wilt u alcohol was mee? Ja, maar meneer, ik wil helemaal niet alcoholloos zonder bier. Zo, dat doe ik de klant niet. Ik wil maar bier. Zo, dat is het. Ik heb alles wel klaar, ik blijf bezig. Wat is het? Nou, oké, ik zal eens kijken wat ik aan doen. Dit verdemmende rot is komen. Kijk eruit, Tom. Ik heb twee poten neerzet. Dat klopt, meneer. Jacques Liefendal. Ik ben voor de bar. Ja. Maar het spijt me even laat niet terug. Maar de eerste weer is vast. Een van die papieren was voor de ambulance gesprongen. Maar het schijnt dat hij drugs gebruikt was. Daar ben ik dus verlaagd. Nou, dat geeft toch niet. Maar vertel eens, heb jij enige ervaring met bars? Wat heet? Ik heb net wat bars gezien in mijn leven. Oh, die heb ik ergens in de gooi. Ik zal het opscheppen over mezelf. Maar voor de bar, u kunt geen beter vinden. Meneer van de bar. Ja, magnifiek. Dan zal ik jullie eerst eens voorstellen. Ja. Zeg, het is Frans, was de streekdirect. Dit Frans is geen streekdirect, dit is Frans. Kunnen we afgesloten. Ik ga even buiten kijken hoe dat met het bier zit. Ik ben zonder terug. Hey, Jacqueline, is dat nou een stand? Lijkt dat goed, hè? Oh, ja, zeker. De eerste tip. Mijn vriend kan de klant op zijn kamer zijn. Oh, dit! Zeker weten. Noem maar DJ. Dat is de chauffeur van jou. En jij, blijf ons. Frans. Nee, Duits! Ben jij wel een dag? Wat? Zo, prima, ik ga eens even mijn nieuwe tas bekijken. Ah, ik moet wel een discussie schat. Hallo, Frans. Ja, bespeel. Hier is die officer. Mevrouw, mag ik vragen? Tuurlijk, lieverd. Ik ben Dora, Dora-Triamona van de bekende Triamona. Ik wist het wel. Dora van de Domino's. Nee, ventje, Triamona zingen. Ja, maar wat heb je bij jou gedaan? Ah, schat, roep de baas even, wil je? Wat hoezo? Ik, Zo praat je niet tegen stuk. En daarnaast, waarom heb je nog niet om mijn handtekening gevraagd? Oh, ik heb nog nooit gehoord van Domino Singers. Diamona Singers! Moment, schatje. Mensen, dit is nou mijn bed en wij komen hier zingen vanavond. Oh, wacht, ja, nu ga ik weer. Wacht! Zeg, meisje.
Domino. Villa Borussia! Ja, ja, die ook, ja. Ze zegt het goed zingen vanavond. Klopt dat? Zingen? Ja, dat inderdaad, ja. Ja, dat is het. Champagne? Welke heel willen op deze tijd nou champagne? Mevrouw Japan. Oeps. Sorry, mevrouw. Ik kom. Nee, dat is het niet. Ik geloof het. Ik geloof het.
verliefd bent geworden. Verliefd? Oh jee, man, het is niet waar. Dat moet je toch, het is wel. Nee. Ja, ik begrijp het. Het is een meid met karakter en nou wil je natuurlijk weten hoe jij zo snel mogelijk in bed krijgt. Dat ben ik natuurlijk niet. Nee, ik ben gewoon verliefd. Gewoon verliefd. Ik bedoel, waarom dan? Ik denk dat het erbij is. Oké. Ja. Ja, het is meer. Normaal. Doe het niet, komt op hetzelfde neer. Doe het alleen. Ja. Iets lang. Steeds maar langer. Ja, dat kan niet. Ah, nee. Bronnoot is dit. Ik weet het. Schrijf haar een liefdesbrief. Een liefdesbrief? Ja. Oh nee, je gaat toch niet zingen. Yes, that's possible.
Ik zal even de bos voor de roepen. Engel! Poppenkartoffel, de godin van de wijsheid. Mag ik vragen wie u bent? Godin van de wijsheid? Nee, ik ben Karel Dril. En ik ben zo stoomd als kikkerdril. Mag ik een bak worden? Nee, Glockapetel heeft me gezonden. Hij is de god van het licht. Ja, die is daar waarschijnlijk uitgegaan. Maar wat komt u hier nou doen, meneer? Ik kom u waarschuwen voor een immens, een kolossaal, een gigantisch... Yes, die is geflikt, helemaal. Ik ben niet gek, ik ben Karel. Ik ben gekomen om jullie te waarschuwen. En bijna was het te laat. Laat het wachten. Er was een verkeersopstopping zeker. Nee! Ik was netjes op de snelweg aan het wandelen. Toen er zo'n witte bus aan kwam rijden. Van die grote blauwe lichten. En nu, zo, 7 maanden. En toen moest ik eerst naar het ziekenhuis. En daar wil ik u niet laten. Maar ook net op tijd. En nu heb ik de baas. Ik begin met een dopje aan te frisse zakken. Stil, vet wil gaan. Ik krijg een visio. Oh jee, dit wordt één. Ik zie wat jij ziet. Ik zie 2 poppetjes. Ze gaan iets heel gemeens. Ik zie een onmogelijk masterplan. Ik zie een jungle. Ja, hey, stop, je vraagt bij een musical. Leuk om die mensen te betalen, 5 gulden. Wel, het visioen stond. Meneer, dan ben ik het zat. Verlaat u met dit gewoon, nu meteen. Nee, mijn taak is nog niet volbracht. Ik moet jullie nog vertellen. Ja, oké, okay. Niet wegwijzen. Ja, wacht, kom maar. Zo, baas. Hey, kom pas wel een beurtje. Ik wil het nu al voor. Dat wil ik. Dank u wel.
gezicht zijn? Ja, denk jij mee? Zullen we dat jullie
Hallo mensen. Jawel, ik ben het. Karel. Dag Torst. Torst? Ga zo, ik sta uit op. Zo, alsjeblieft. Ik geef jullie. Ik ga naar mijn dit is bier. Zoals bier bedoeld is. Ja, heerlijk. Helder. Maar oké. Maar het is mijn kracht. Ik voel dat het gevaar dicht erbij. Tuurlijk, Karel. Namelijk kan het eigenlijk niet naar huis doen. Huis? Ja, Karel gaat het weg doen. Bye.
was. Oh ja. Ja, vroeger toen ik klein was, ben ik altijd gepest. Dat ze zeiden dat ik niet kon dansen. Maar nu, ik zal vraag nemen op elk instrument. Ik begrijp het. Ik stel voor dat wij die van de Baumgart met enkele juridisch onbegrondelijke regeltjes met finale misschien zullen leggen. Kom, dans. Wat kan ik maar zeggen? Wat is het probleem? Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Wilhelmina en dit is mijn compagnon Wilma. Wij komen u even vragen stellen namens de provincie Friesland. Ja. U bent dan wel de eigenaar van dit gebouw. Maar, ben u ook bezitter? Is het verschil dan? Heel zeker. En u beweert dat deze grond van u is, omdat de boerderij van uw bed overgroot overdrop stond. Maar, was hij aangetrouwd om die stroom van bloed vooruit te gaan? Als het in de zijlijn of in de hoofdlijn. Kun je op de wijzen? Op de stamper. Stamper? Dit? Haha, kijk eens naar de wet van 3, paragraaf 16, lid 7. Daarin staat dat u een stamper moet hebben als uw bezit een grote waarde heeft van 250.000 gulden en 23 cent. Ja, maar daar weet ik helemaal niks van. Dat dacht ik wel. Zie wetboek 5, paragraaf 203, lid 41. Geen stamper. Geen wijs, geen zit, kunt u wel bewijzen dat heimwaardig dit gebouw vallen onder de Ringerswet van 1837, getapt voor 1917, gemaakt van lindenhout en getapt op een speciaal goed aanleg was dus op de Veluwe, hè? Veluwe, wat? En kan u bewijzen dat we dat benieuwd van uw gebouw, gemaakt is van vuurvrij antioxidant, maar ook niet houdt van de Ronde van 1952? Ja, maar ik heb toch de eigendomspapieren. Ga die dan maar eens halen! Nu! Ik haal. Dit loopt gesmeerd. Dus het zou toch wel zijn voor de afgetels maar. Die stroom is daar vrij trapt in. Ja, kijk, Friesen. U zult zien dat alles perfect in orde is. Aha, wat ziet mijn oog? Deze papieren zijn verouderd voor mond. En volgens de jurisprudentie van 1 februari 1991 wordt een nieuw formaat 1B31X uitgegeven voor een mannetje. Ja, maar dat kan toch wel niet, toch? En voldoet de inkt waarmee het formulier is geschreven. Wel aan de wettelijke voorwaarden die in 1918 zijn opgesteld in het handboek voor gemeentehuizen? Dat doet deze inkt niet. Dit formulier is dermate waardeloos en dat is mij niet ongeldig. Ik heb niet tegen volgen in beslag genomen. Een rare orde is de gemeente bezitten van dit gebouw. Maar het is toch een. Maar dat kan toch zomaar niet? Tuurlijk kan dat veel. Ik hallo mensen. Karel, ik dacht dat we hier bent hadden geweest. Ik zei toch dat ik niet moe was. Wat is hier aan de hand? Wie is eigenlijk de vierde zijn ongeldig? In derde open heb ik toen de strafrecht teruggegeven. Oh. Mijn nieuwtje zijn eigen zijn derhalve direct in beslag genomen. Ja, maar volgens wetboek 18, paragraaf 31, moet al voor het tot in beslagname wordt overgegaan, eerst de formulier A20WK worden ingevuld, beschreven in paragraaf 2, lid 93. Dat moet worden ingeleverd 3 maanden van tevoren bij de officier van justitie, die derhalve een blauw formulier K11BL zal uitreiken. Wat u moet tonen aan is. Heeft u dat formulier K13XX of zo? K11BL voor mij? Dan wijs ik dat u mij die papieren direct teruggeeft. Precies. Ja, doe dat. Nou, hè? Zo, en nu is het uit. Die hadden we naast. Ja, Karel heeft zojuist de disco voor de ondergang geregeld. Wat? Kan het wel. Nou, hoe is
voor mij dan? Dan zal ik alles vanaf de hoogte regelen. Natuurlijk, mevrouw de excellentie. Tot ziens. Het was me
vrouw is te wit. Kom je eens voelen? Dat is op. Wat is het dan? Dat is mevrouw van de meesteres. Ze vertelde dat ze vanavond ook op de opening aanwezig zal zijn. Gelukkig zo, doe zeg maar. Op zulke onderzoek had ik nog niet gerekend. Maar dat mag het hier nog wel wat beter uitzien. Ik bedoel, je bedoelt. Dan mag het hier nog wel wat vleuriger. Ja, en dan kunnen we de burgemeester de disco op de zeeracht te openen. Ja. Ach, wat een leuk idee. We moeten bloemen hebben. We vinden ook licht om door te knippen. Ja. En als we de burgemeester tevreden kunnen stellen over de disco, dan geeft ze misschien wel gemeente subsidie. Ja. We hebben dan wel een schaar nodig om het ding door te knippen. Zal ik je even plukken? Bij de buren zag ik mooie roos in de tuin. Nee. Die bestelt al bij de bloemist. Ik laat ze weer met op. Karel, ben jij nog steeds hier? Ik dacht ik aan haar te gaan. Ja, Jacqueline. Ik denk dat je gelijk hebt. Mijn taak is volbracht. Jacqueline, bedankt voor alles. Nou, zoveel en nog. Als dank zal ik je hand lezen. Ah, nee. Ik zie hier dat jij binnenkort een aanzoek in de liefde zult krijgen. Meer zal ik nog niet verklappen. Het ga je goed, Jacqueline. Vader. Ook tot ziens, Karen. Jacqueline. Ja, sir. Ik verwacht zo meteen een paar losse bloemen van de toerist. Doe jij dat even aannemen? Ik ga even van de dingen zoeken om een kroket te komen. En zo terug. Zo. Zo, eens even kijken. Doei. Nou, ik mag zijn vast nog even. Zo, Hans. Had je idee om check te zien? Wij toch niet. Wat trek er aandacht dan? Geef haar wat liefs. Zoals? Zoals een, ja? Een doos chocola. Of een kakje. Zie ik de. Ja, het is waar. Een bos bloemen. Ja, maar dat is het. Ja! 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 Waar is Frans dan weer?
die... Ja, dat is handig. Oh, ja, dat hoop ik dan voor. Doei! Heb je al mee? Mevrouw, ik hoop dat u goed kunt spelen. Anders dan niks. Rustig maar. Het komt nu echt perfect voor elkaar. Wij spelen vanavond de sterren van de hemel. Ja, als ik een ster zou zijn, ik stond daar aan de hemel, dan zou ik ook wegvluchten. Denk nog, u speelt vanavond voor de burgemeester van Hendrik. Dus als het niet goed klinkt, dan krijgen ze een biertje van de zaak. Bier? Maar... Oh, glas maken. Ik ben in de kleedkamer, dus als je dat hebt... Ja, ik hoop toch zo dat het goed gaat. Ja, natuurlijk wel, baas. Zolang jij maar cool bent. Als jij cool bent, dan gaat het anders goed. Nee. Ik heb gehoord dat de burgemeester erg punctueel is, dus we zal dan precies op tijd komen. Dus gaat ze buiten komen. Oh ja, dan is er 2, 1, ja. Tja, ze komt er ons. Ik zal er even wel komen. Zet ik alvast de stoelen even klaar? Ja. Was lief, maar ik weet niet. Ik begrijp niet. Zo, Frans, dat zou een brief zijn. Ja, ik heb zo goed mogelijk geprobeerd bij Francis te houden. Ja, dat is een rotte meisje zo. Ja, maar er is maar één ding. Eén ding? Ik heb vandaag nog niet gezegd. Waarom kan je dat doen? Ga je dat doen? Oh, eikel, kut op je Ja, en je mag het officieel openen. Wat? Oké, oh, maar wat is het enige? Ja, de vrouw die alleen even op, we gaan de opening verder. Ja. Thank you.
niet geloven, ze kon het dan zingen. Maar in een prachtig optreden van de Dia. Naar de zingers wil ik een goede maat zeggen. Zou je dat nog doen? Dank u, dank u. Met een verduidelijk iets te zeggen op deze prachtige opening, geachte aanwezigen. Nog niet zo lang geleden hadden wij hier in Harlingen nog geen discotheek. Maar vanavond is er hier in dit pand een prachtige disco geopend. Dit is goed voor de opgroeiende jeugd. Want alle stralen deze maand rond het middernachtig uur over de straten. En we zijn het plooien van een aan drugs, criminaliteit, vandalisme. Heb je van de boog uit? Oh, je kop. Nou, misschien. Oh ja, de jeugd moet aan de plaats hebben. Heb je van de boog uit? De jeugd. En drijven. De jeugd. En komen. De jeugd. En strekt uit. De jeugd. Ze hebben het echt gebroken. Achter mij die rotje heeft geschreeuwd. Karel, man, wat doe je nou, man? Oké, allemaal onderdag. Ja. De kaart is van mijn thuisles gezet. Of niet? De 18e eeuwse antieke Chinese vaas. Laat geen geitjes. Wij willen de eindpapier van deze disco en wel nu. Maar opmaar, heeft u dat formulier in kaart L of B nee, wij hebben het voorwerp B in die stof. Dat is juridisch ongeldig. Maar voor onze gezondheid kunnen we dat als geldige verklaring accepteren. Thank you.
op de rood. Mijn tv afgesloten, geen ellende die mij bereikt. Mijn eigen uitgesloten, en die blijft toch wel een tijd. Het gaat me steeds wel minder, ik eindig in de lood. Te laat komt dan de kinder, ik pas al weken. Als ik niet weet, dan pak ik hem. Ik wil ze. Ik bel ze, ik kom naar. Ik trek er meteen alles uit. Ik praat ze, dan worden ze zwart. Van hun bol gaat. Thank you.
En u bent u gerustgesteld? Ja. Gelukkig, schijnt. Nou, er zijn maar twee dingen waar ik verstand van ben. Dat is dus die kasteelvulling die mijn moeder altijd klaarmaakt en wil feesten. Maar ik ben niet bang. Hallo. Wel, ik dacht zo dat jullie wel wat spirituele hulp konden gebruiken. Spirituele hulp? Inderdaad, ik heb meegenomen 1 fles spiritus, 5 heilige beeldjes, 100 wierdookstokjes en 8 bijzondere reliquieën die zeker van pas kunnen komen. Zo hard. Wel, een bom, een touw, een pistool, een fiets. Ja, en dat noem jij reliquieën? Zeg Karel, hoe heb je ons eigenlijk gevonden? Kom hier. Simpel. De godin Hobbekatoppel heeft me de weg gewezen. En daarnaast wist de douane op het vliegveld waar jullie naartoe gingen. Nou, nu je toch bent, kunnen we ook op bij de apenbomen sturen natuurlijk, hè? Terugsturen kunnen we in ieder geval niet. Dat dacht ik al. En daarnaast heb ik even wat research gedaan bij de plaatselijke bevolking. Oh, tuurlijk. Jij spreekt Portugees. Ja, 3 jaar avondkust bij Tetti. Maar oké, die inwoningen vertelden dus dat er op een paar kilometer van het dorpje een Hollandese woont. Daar, op die Ja, even kijken. Ja, ga stilwagen! Hey! Ja, wat een vrienden! Wat een vrienden! Zwemmen, en ik kom er nog eens plaats. Hey! Ja, met zwemmen, daar zit de Wilhelmina in Helma. En er loopt een soortje bewaking rond, zeg. Dat klopt. De werkelijke uitwerking van masterplan Harlingen wordt er namelijk bewaakt. En Wilma en Wilhelmina wachten op een stapelen die vanavond terugkomt uit Zaan. Vanavond? Dat betekent dat we vanmiddag onderaan gaan. Ja, maar hoe komen wij in godsnaam? Die villa binnen. Ja, ja. De waddenclub is het ook niet gelukt. We moeten dus meer versterking nodig. Ja, ja. We gaan het niet vandaan. Precies. De bal is een niet zo. Wij zijn altijd jongens. Deze mensen hadden het dood. Wat was het? Kijk, dat is mijn papa. Er is toch geen loop. Of niet zo, jongens. Zie je alles. Zie je, zij zeggen het op. Ja, ja, maar weet je wat? We zien er niet jullie aanrichten. Kijk, ja, wij hadden nog in onze bureau. Oh,
onze plastikkoos uit de lucht gehaald. Nee, maar stil, 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 stil. Nee, wetenschappelijk maar voor. Oh, kortom, u mag geen goud meer dan krijgen. Dat ben je dan gehaald, hè? Dan krijgen wij geen geld. En als wij geen geld hebben, krijgen wij de bergen af. Meneer, is het ziek, is het raar? Wij akken die af, wij gaan dood. Wij akken niet die af, wij gaan ook dood. Is het hele sier, is het raar? Ja, dat heeft u weer gelijk. Als u nog best zou ik misschien een voorstel mogen doen. Kan ik nog niet even buiten? Het is een serieus kwestie. Ja. Ja, maar ik heb een idee. Kijk, ik heb toevallig een 3 jaar zelf een cursus bij Technie gedaan over muziekmanagement. En dan dacht ik, jullie kunnen goed zingen, hè? Waarom vormen jullie geen Braziliaans houthakkers zanggroepje? Dat is een goed idee. De Tirol houthakkers vandaag. Ja. Ja, ja, dan maken jullie een grootse wereldtour. De Brazilian Wood Choppers. Dan gaan jullie door heel Europa beginnen. Mijn disco, dan ga je naar de kant van Rotterdam. En wat ben je dan met mij? Dan voor de kennisrijk. Wat zeg je ooit? Met de Die vulden onze papieren stelen. Die willen jullie papieren stelen. En die vullen we. En die willen jullie de roep naartoe. En hoe snap ik het? Is geen probleem, jongens. Non, anders. Allora, hebben jullie al een plan? De plan, de plan. Dat is geen enkel probleem. Ik heb namelijk 3 jaar zelf een cursus bij Tetti gedaan. Hoe overval ik een villa in Brazilië? Oké, dan stel ik voor, wij gaan naar het bankje en we spreken samen. Ja, ja. Dat is, maar ja, dan hier nog de luchtkast passen. Dan gaan wij met mevrouw Dolores mee naar het bankje. Oké, hier ben ik. Frans? Frans, wat is het? Ik dacht, de kat is met de andere mensen van. Ah, ik was straks al wat zelf afgesloten. Ik moet toegeven dat een mooie liefdesbrief. Ja, doe het goed. Dus, je bent lief op mij. Ja. Maar ik heb elkaar toch nog niet zo goed. Nee, dat weet ik niet. Ik weet het ook zo goed dat je lief op mij bent. Het is nog een de eerste keer dat ik zelf heb. Niet dan. Als het wel. Moet het worden. Yeah.
is morgen nog over. Thank you.
van katoen. We hopen dat het goed gaat, pech komt niet van pas. En als niemand gewond raakt, dan zeggen we straks. We gaan finaal beginnen, zijn allemaal paraat. Tijd in voor bezinning, we zien wel hoe het gaat. Aanvallen! Ben je echt zo stoot, zit je inderdaad door het diamant.
Wat ja? Ben zo stom, heet ik inderdaad Diamona. Diamona? Oké! Jullie hebben de keus. Oh, ik schiet die vrouw Diamona tegen door haar mooie hoofdje. Oh. Jullie geven mij de papieren voor een kop. Oh, je probeert ons te chanteren, hè? Oh, dat is wel even leuk. Ik krijg ze niet op. Oh, nee. Ja, maar wacht. Ja, dat kunnen jullie toch gebruiken? Ik bedoel, ik ben rot. Zullen mijn fans wat ik zeggen? Nee, inderdaad. Wat? Ik ben een gigantische fan van Dora Diamona. Ik heb alle cd's en ik ben lid van een fanclub. Dat is ongezond, Kaan. Ik heb een t-shirt van hun. En ik ben naar een concert geweest. Concert? Ja, goed hè? Mevrouw Diamona, die durf ik mij niet te vragen. Maar mag ik hem handtekenen? Zie jullie wat hier? Zullen we maar een boosje? Hebben jullie het soms niet door? Ik schiet haar zo door het haar heen. Red door naar rood, die maakt het haar fijn van kant, ja? Zo, die kou, de koei doe iets. Het ligt net zoals in de disco. Ja, maar dit is geen disco. Dit is trippel. Oké. Okay. En dan heb je mijn papieren op het woord hier mee. Mona, zo. Oké. Hey. Oh. Twee. Licht. Twee in een hol. Licht. Ga je maar. Twee in een kwart. Het lukt niet, ik kan me niet concentreren. Concentreren. Wat komt er nou? Mijn god. Mijn god, waarom? Hij is... dood. Ach, het was een ruime sleutel. Ik mocht er wel. Het was een kou. Mijn enige fan. Dood. Hij is een heuvelgegeven van ons. Wat een ellende. Wat is het een kamer voor een stukje papier? En hij had zelfs de krant opgelezen. En is al onze manager geworden. Ik wil graag 1 minuut stilte voor onze kamerbril. Dat is een beetje als een kind. Dat hadden jullie mooi, hè? Maar dat was ik niet. Ik had gewoon een schijntje uit. En ik had jullie in één keer...
Thank you.
Ik vind dat jullie het fantastisch hebben gedaan. Ik denk dat het applaus heel verdiend is. Van harte geluk gewenst met die uitvoering van de musical. Gisteravond heeft de schoolleiding jullie bedankt. En vanavond is gevraagd of de ouders dat wilden doen. Nou, dat doen we heel graag. Want ik vind zeker voor ouders is zo'n uitvoering heel erg leuk. Je herkent je eigen kinderen, je herkent kinderen van de vrienden van je kinderen, kinderen van ouders die je kent. En dus zeker voor ouders is het ontzettend plezierig om zo'n musical uitgevoerd door leerlingen van school, leeftijdsgenoten van je eigen kinderen, te bekijken. Dank jullie hartelijk voor de musical. Het was vorig jaar werd gezegd van nou, het is te hopen dat er opnieuw een musical wordt uitgevoerd het komende jaar en de jaren daarna. En er is van school uit, is daar alle medewerking aan gegeven. Nou, we zien het resultaat. Fantastisch. Die twee avonden dat ik al volgezeten heeft, dat is uitsluitend aan jullie te danken. En vandaar ook een geweldig succes. Er zijn vier leerlingen die even bijzonder naar voren wou halen. Dat zijn Jorrit de Klerk. Frank de Zijlstra. Jullie hebben bijzonder je ingezet voor deze musical. Verder, als je over muziek hebt en dans dan in Harlingen, dan kun je niet heen om Henk en Greet Visser. Dus Henk, dat met dans, ik hoop dat je lang aan het jaar op school zit. Greet voor de dans. En waar is Henk? Ja. Greet en Henk, dank jullie wel voor je inzet en je enthousiasme. Nog een heleboel andere mensen hebben achter de schermen een hele hoop werk verricht. Deze sterren hebben allemaal geschitterd vanavond. Maar de mensen vooral achter de schermen, die zou ik even willen noemen. Dat is, zijn er vooral Dick Lauwmans geweest. Het is een hele vier havelklas die daar aan gewerkt heeft. Die hebben er een project van gemaakt. Ik vond het een fantastisch decor. Dus die hebben ook een applaus gekregen. Ik dacht dat er drie aanwezigen waren van die havelklas die ook meegespeeld hebben. Die wil ik dan met name even noemen. Dat zijn Tamara Brander. Raymond van der Heijden en Nieke Zijlstra. Zullen die nog even naar voren komen? Kostuums, ook fantastisch. Ah, goed zo. Krijg ik nu een hele vier avondplaats hier op het podium? Of? Ja. Ook de kostuums waren fantastisch en die zijn gerealiseerd door Alma, Wanda, Charlotte en Elke. Onder leiding van Corina Blok. Jullie staan, zie je dat jullie geweldig geprimeerd zijn. En ik begreep dat er zoveel te primeren viel dat er meer primeuzen zijn gekomen dan er in het programma staan. Die wil ik dan ook noemen. Dat zijn Achter Spellewaard, Doet Veldhuis, Sie Bosma en Loes de Groot. De techniek van het licht, de muziek, het geluid, alles was in handen van Henk Adema. Fantastisch! En er is nog iemand die ik niet genoemd heb en die wel een hele belangrijke plaats in heeft in dit gebeuren. En dat was Sjouk Stelwagen. Ik heb nog vier meestalballers die ik van de schreef. Ik zou willen vragen voor de spelers, Sjouk, nog eenmaal applaus. Oh, die soufleuses wil ik ook even noemen. Ja, ik dacht dat die meegespeeld hadden, maar die zal ik even noemen. Moet ik even kijken hoor. Ik heb ze. Marije en Marleen. Ook naar voren. Ik dacht dat jullie allebei aan het spelen, die staan er al tussen, maar dat wil ik toch nog even noemen. Dank jullie wel.
degene die ik nog niet genoemd heb, sorry daarvoor, maar het was geweldig. En jullie allemaal bedankt.